30 maart 2020. Twee zaken komen aan de orde, namelijk het noodfonciertelt en de Poolse werknemers. Voor het noodfonciertelt wordt het een spannende week. Hopelijk neemt het kabinet een besluit over dit noodfonciertelt. Dit noodfonciertelt, wat is ingediend door het crisisteam Tuinbouw en waar onder meer zitting in hebben Royal Flora Holland en het Wij als Glastuinbouw Nederland. Wij hebben dit noodfonciertelt ingediend omdat de schade die u leidt als ondernemer, om die schade vergoed te krijgen. Die schade die is ontstaan vanwege omzetdaling of mogelijk zelfs wel geheel omzetverlies als gevolg van de coronavirus. De schade die hierdoor ontstaat is daarmee zodanig van belang dat wij een aanvraag hebben ingediend voor dit noodfonciertelt van ruim 2 miljard euro. En daarom doet het kabinet er ook wel even over. Dat is begrijpelijk. Maar hopelijk komt zij tot besluitvorming deze week. Dan de Poolse werknemers. Daarover was wat onduidelijkheid. Gelukkig heeft de Taskforce Arbeid onder leiding van Peter Loef duidelijkheid verkregen. Namelijk dat uw Poolse werknemers in ieder geval welkom zijn en mogen afreizen naar uw bedrijf. Zodat zij de komende tijd ook kunnen werken in uw kas. Daarbij is het wel van belang dat u hen duidelijk maakt hoe de regels rondom het coronavirus hier in Nederland worden gehanteerd. Wij gaan ervan uit dat u dat op een fijne manier doet. En weet u, mocht u nog andere signalen willen doorgeven aan Glastuinbouw Nederland, dan kunt u daarvoor altijd bij ons terecht. Want samen komen wij die crisis door.